Jongens, hallo. Even iedereen rustig blijven. Iedereen rustig blijven. Iedereen wil blijven zitten op het gezicht van zo iedereen blijven zitten. Iedereen wil zitten als zo blijven zitten. Thomas, vriend. De organisatie heeft heel hard gewerkt. We hebben een goede naam, jullie ook in Arnhem. Er kan wel eens wat gebeuren, maar wij moeten allemaal rustig blijven. Jullie ook. We hebben de goede secuur mee. Altijd even in de kop bijhouden, want jullie zien de grenscontrole. Alles is niet gebeurd, er zijn twee kanten dingen die fout gegaan. Dankjewel, dat is sportief, maar ook u. Dat is heel belangrijk, dat vragen natuurlijk, dat is heel erg belangrijk. We willen hier natuurlijk de traditie vol blijven houden, we willen blijven komen met de Facebook-kanaals. Alles is in orde, iedereen is in alles in orde. Als u echt een fan zijn, als je niet wil even zitten, dan wordt het veel lastig. Dus u kunt helemaal niet. Het is allemaal weer opgelost, dus als jullie allemaal willen gaan zitten op het vuurterras, dan gaan we nu naar de jury, naar de scheidsrechters, gaan we kijken wat deze betekent. Het is discutabel natuurlijk, er zijn een paar dingen, ik zal het eens dus even uitleggen. Piet van Gannen heeft twee keer de Kinesie Kruis. Scheidsrechter zijn dat van, Piet was toch niet zo blij met de Kinesie Kruis, is wel met een overlopbaar. Ja, alle tweede kanten mag er niet, maar van de hoeken, dat zijn natuurlijk de professionele trainers. Van de hoeken jongens, daarvoor is het belangrijk. Jullie uiteraard sportief blijven. Alleen als we sportief blijven, dan kunnen we weer voortzetten. De tradities, de regio en de buurt. Piet van Tommelen, dames en heren, u hoort weer deze